Miljoen, het is man die tret in april. Welkom bij Bient. Miljoen, Wopke van der Bos, het inie-mini-waardhuiske dat erin wennen. Als Ben is nieuwbouwd op het themapark De Spitkeet. We hebben een nieuwe aflevering van Op Paat, maar Aad en Joet op ziek naar oude Friese rassen. En even drie professor Douwe Druisma doggen we het al jaren met waarom en hoe. Ja, we doen het al hier, dreamen, ja. En we willen misschien ook wel eens zo wekken. Wil jij wel eens zo wekken? Helaas niet, nee. Nee. Maar vliegdromen, dat zijn algemeen de allerfijnste dromen die je kunt hebben. Ja. En komt ik maar bij elkaar, want we zullen het aanzien hebben hoe de dream en jou pakken er ja, scènes uit films. Hè, om zien te letten of het nou wel of net klopt. Ja. Klopt dit ambitie? Ja, dit is een hele goede vliegdroom, want hij is niet bang om te vallen. En dat het past bij het idee dat een vliegdroom aangenaam is. Oké, fijn. Nou, dan praten we eens verder over. Ja, leef je in een rompte van fjouwer bij fjouwer meter, dat je de kont eigenlijk net keren kennen. My height, mem en vijf oren ben. Van Wopke van der Bos, wie het de gewoonste zaak van de vrouw. Hij wennen als liedjonkje op de Malmoenen op de Harkema. En van dat hoes is nou een reconstructie maken op het themapark De Spitkeet. En Freed, wordt dat hier benen? Ja. Dat is wel heel bijzonder, hè? Want de Spitkeet doet net zomaar een hoes nieuw bouwen. Wat wie er zo uniek aan dat hoes voor jou? Dat hoes die... We zitten hierachter, hè? Op het scherm. Ik let er nooit weer zo'n hoes zien. Nee, hè? Dat is uniek. Maar wat ik hier nou zie, is toch wel een redelijk hoes. Het wie inie mini zou je krijgen, maar... Ja, maar wie een fjouwer wennings. Fjouwer wennings? Fjouwer wennings. Of kamers in één gebouw. Van fjouwer bij fjouwer. Prachtig. Hey, jou hebt er goede herinneringen aan. Ja. Tenminste, want hoe zoen je hier net zitten? Want het is toch wel heel bijzonder. Zullen we eens even zien naar de reconstructie, hoe die wunnen is? We mochten zien maar jou. Dat is de tussenkant eigenlijk. Dat ligt het krijgen als de tussenkant. Als jonkje. Ja, we wennen dus. Jermoed. Triest. Ja, dit net is nee. Maar het is gek als er weer, zeg maar. Ja. Nou, dit is. Echt zo weer, hè? Donker, fjouwerkantig, lits. Heel lits. Je ging geen bankstellen of noffelijke sessies. Dat heb je recht aan mijn duil. Je kwam in een huis om te eten en zo hard mogelijk weer uit. Dat eten weer alweer bewaard, alweer uit. Dat is een bedstage. Daar sluiten we dus mee toen vier man in. Nou, dit weer dus toonrecht en Peter Bieden uitgevallen. Weer geren, kort, triest. Nou, dit weer de wc. Ik roek hem nog altijd, zat zo meer om je eten die het zag. Dan weer blauw van mijn. Blauw. Echt blauw, ja. Zang een gons van mijn daar. Ik koel de schaap in van je. Ja, ja. Serieus? Ja, dat is serieus hoor. Ik vermak je me meer even hoor. Ja. Ja, dat kun je makkelijk zezen, maar viel je dat echt zaadje het waarom zorgen dat je er wel weer wennen kon? Ja, ja. Ja, alleen nog wel. Ja, alleen nog. Ja, wat zou je vrouw ervan zezen? Nou, ik denk net dat het weer wordt. Nee. Is het wel? Nou, kun je eens even mooi waarom nemen in die tijd dat je hem daar kan? Want wat wie de situatie als ik het zie? Hoe we dat kan binnen. Is mama die had het kraakt vroeger. Kraakt? Ja. We hebben daarvoor uit een wenning zet. Maar de burgemeester, de politie, dat is een echte sensatie, hè? En de naks, ja, die hele brut stee op een reet, want we hadden gewoon uitsmitten. En de naks, ben eens met die in die man onderkroept, die stee met drie kamers leeg. En Orem Jan is toen gemest, toen ben ik er helemaal van. Zie je die ook gewoon achterlaten?
Ja, bij de Björn. Bij de Björn hebben we nachts slept. Bij mijn maten in bed, zeg maar. Want het wie een hoes, het wie dus een, nou ja, zelfs wel een redelijk hoes, alleen opdeelt die fjouwer compartimenten. Ja. Dan moest je me dan redden. En waar betellen dat dan? Want wie dat van de gemeente of wie het? Ik denk altijd van de gemeente of dat de wenningstechniek gebouwd had. Dat weet ik net. Ik heb hier zo'n boekenmandje. Ja. Maar ja. Ja, het wie bijzonder. Voor die tijd is ik wel of net. Want we wenden speciale gezinnen alleen nog? Nee, ja. Ik denk dat het voor eer met mensen gebouwd is. Voor eer met mensen? Ik denk het wel. Ja, ons wende er net. In mijn eigen. Ja, dit was beter in die wende net. Nee. En hoe ging dat? Want je kon denk ik alles jaren van een oorlog. Dat die jongen hier ziet. Ja. Als je goede jaren heen, dan kun je gewoon praten. Jaren. En in het bed, ik. Ja. Bij de beste zit een zin van erom. Maar er zit een hele sketch tussen. Als je bij de lijn, dan ga je net te praten. Maar Björn kon jaren. En hoe vind je het nou dat, weet je, wennen haar, dat ze dat, dat is jet iets loopt en nou weer opbouwt om zin te leren hoe het leven wie je in die tijd, wat vind je ervan? Hoe het leven weer? Is je burgemeester in de Bronstelsen, hè? Met de burgemeester dat in? Ja. Echt weer. Oh, ja? En waarom? Omdat ze bang weer bij het kraak werden zo. Oh, ja. Maar hoe, wat vind je er dan van dat het nou weer de zin is? Dat het toch wel uniek weer? Nou, dat is wel prachtig, of net. Ik ken dat, ik fietsen werden vaak fietsen er weer achter het dal. En dat wil ik even staan, hè? Ja, ja, eigenlijk. Ja, prachtig. Nou, het is van vreet al, is het hier in de spitkeet. Wat maakt de mensen zeker even dwan als ze naar binnen gaan? Daar even staan, hè? Gewoon even zitten? Ja, even zitten, even feelen hoe het best gaat voor u. Ja. En dan moet ze er eigenlijk maar samen aan zetten. Ja, dat moet wel even lekker smoel. Dat moet leer zeggen. Ja. Oké, okay, nou, tieren dank voor het verhaal. En een mooie dag, Freed, daar wees ik. Ja, heel bijzonder wel. Wezen. Dank u wel. Ja, als dan starten wij u zien, de boeren leefden. Want hoe is het eens? Oh, Roem, maar Auk en Jelle. Binnen ze nou eens bient ziek het boerinnenoprop al om de vrouw. Dat, Jerry Waas. Nou, via de mooie Aad Ozenbrug op paard met Aad. Dat is ook een verste serie bij u. En Aad, heeft de plantjes mooi naam. Ja. En dat, we zitten hebben over Friese rassen, hè? Oude Friese rassen. Friese rassen, ja. Ja, iets niet in die trouwens daar? Alle Friese rassen? Wie verenigt alles wat laat ja. Ver zien, hè? Maar wat bent je toch? Ja, denk ik wel, die gaan vast wel haar. Jawel, ja. Jawel, ja. Bent je bereid? Ja. 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 Maar wat is die favoriet? Ja, dit vind ik een hele... De Adrie, Tumbiantje. Tumbiant. Dat is ook lekker eten. Kerst de bladden, ik nog eten zelfs, ben ik lekker. Ja, Sjoerd staat net meer. In de toko zouden ze dan wel. De bien droegen die mensen zelfs goed eten. Kerst van wel lekkere dingen, maar beetje. Ja. Maar Sjoerd staat net meer. Maar dit is mijn favoriet, hoor. Ja. Ja, dus dit is een beetje het thema van jou. Toen ging ze op paard, hè, maar Aad. Nou ja, ja, Miranda ging op paard, maar Aad. Ja, zij is... Op ziek okay. Naar Friese krassen. Ja. Op een fiets. Wat het? Is het warm? We zijn hier, hè? Niet in een weer. Wat dan? Even het zeer. Om wat oude biëntje soorten. Geen waardbeentjes, hoor. Nee, waardbeentjes houden we al. We doen nog wat door. Citroentje moet ik maar ophalen. Welkom op Broersmestaten, Miranda en Aad. Ja, je een heel eind. Ja, dat wil ik wel heel. En het waait moet nek behoorlijk. Dus, maar ik ga kraam in de koeten, jongen. Nou, dat wil ik wel heel. We hebben van alles natuurlijk. Hè. We hebben jerappels, we hebben krienten, we hebben biëntjes. Er is gewoon, Allier Frieske. Ja. Van oorsprong Fries. Ja, klopt. Hoe belangrijk is het nou dat die Friese rassen in staan blijven? Ik bedoel, als het verdwijnt, nou ja, dan verdwijnt het toch gewoon? Is dat geen ding? Ja, maar nog haast echt, de mat biodiversiteit moet er wezen. Dus dat is... Dat spreekt hij, jongen. Ja, dat weten we. Dat is heel belangrijk. Als er nou straks in een bepaald ras, en daar ben je nog maar een paar rassen over, en er komt een ziekte in, en die verdwijnen, dan is er echt een probleem. Dus het is belangrijk dat de rassen binnen in de breedte. He? Dat die bestaan blijven. Onbouw is er ik net meer. Dus meestal, maar, ja, maar de vraag blijkt bij ik net. Ja. Nee, ik net. Maar omdat we net weten, kunnen we ik net vregen. Zak okay. Dat ik misschien. En bij wij als werkverbond proberen gewoon het op wet te vermeerderen. En dan uiteindelijk weer het op een merk te krijgen. En op die manier het te behouden. En waar kwamen wij nou voor? Nou, we hier al waardbiëntjes. We halen Adrie, Tumbiëntje. Maar we moesten nog maar eens even een oordroegbiëntje halen. Ik hem heel leuk. En dat had ze het niet. Ja, ik had het. Ja, dit is een heel lekker. Een biëntje. Citroentje? Het is het citroentje. Het is geen drank meer aan, hè? Nee, dat is wat anders.
Hartstikke mooi, heer. Ja. Doe rekken ze even nog? Ik betaal je wel even, dan gaan we voor. Nou, maar wat rotraap je dan? Wat is dat nou, het citroentje? Een droegbeertje, een stam droegbeertje. Dus die, die doen ze nooit patjes. Ja? Dan ontkiemen ze en dan kunnen ze eind maaien. Dan zetten we ze boet. En wanneer kunnen ze dan eten? Als ze kleren binnen. En wanneer is dat? Ja, dit ben droegbeertje, dus dit wordt wel september, oktober. Dan leven ze eerst droegje op het tuin. Ja? En dan is het winterkast, bonensoep. Lekker. En dan hebben wij weer onze best dienen om een Fries kras in stand te houden. Ja, dat denk ik wel, ja. Belangrijke taak. Ja. Ja, het lesje of is er nog eventjes, de citroensjes. Ja. Had ik dat nou zelf thuis in mijn tuin ziet wandel, ken ik dat zaak keepje ergens? Of hoe nou, dat is het probleem nog even. Dit is nog net een keer op eigenlijk. Het beheert nog maar krijgt, hè. En ja, als er nou echt belang bij haast, ja, meestal maar het gewoon aan een hoekje vrije meisje. En dan mag je even contact opnemen met het werkverband Oude Fries Krassen. Ja, het zit in de kinderschoenen als het ware nog. Iedereen is een hele grote groep is vrijwilligers die daarmee bezig zijn, al je rassen in staan houden. En ja, om PR hier dan is het misschien in de winkel te krijgen. Ik hoop het. En wat is het belang ervan dat we hier maar veringen? Nou, wat Seerik al zei, op dit moment zijn er hele grote multinationals die proberen alles naar hun taart te loeken. Dat gaat van Sier tot andere dingen, die willen echt de macht over alles hebben. En die ben dus nog ik mijn patenten ontvreden op Sier. En ja, dat maken we net halen, want dat is levensgevaarlijk. Waarom? Nou, stel, ben gewoon bezig om één belangrijk ding in stand te houden. En daar wordt een productie van draaien en daar wordt een patent op haar. En bijvoorbeeld rest, broccoli of zo, sla. Bijvoorbeeld broccoli of sla, heel even broccoli nemen. Er is al een bedrijf die is er al jaren mee aan het ontwikkelen. En die hier, dat broccoli zie ik al, Safir, hinnen dat het een mooi plan weer werd, wat me kon. En dat grote bedrijf die vreegt er dus nou patent op aan. Die ben er ik mee bezig. Dus dat liedse bedrijf kan wel ophouden, want dan krijg je boetes, kan je voor de tent wel tegengooien. En dan is alles voort, hè? De hele basis van al die greeners is voort. Als er dan een keer een pleging komt, dan ben je slecht, want dan krijg je niks meer. Dus als de Friesen het is de Fries krassen weer binnen, die door een liedhoekje in het moestuin, door zij Fries krassen, dan wat zou dat betreuren? Nou, als iedereen gewoon trok hier en trekt hij niks aan van al die grote jongens, mij weet ik volle wat, gewoon trok in. Iedereen moet dit gewoon in de tuin gaan. Zet je maar wat. Oké. Okay. Dan kan nou, ervoor. Mooi, nou, duidelijke boodschap. We zullen zien wat eruit komt, over een, wat is het, september, hè? September, nou, december alweer. Ja. Nou, hard in de gaten, ja. Zullen de boeren Auke en Jelle de leefde vinden? Deze week kun je de ontknoping van Bint Siekert Boerinnesjen. Twee mannen dienen beide boeren een oproep, die het vrouwen op reageren koeren. Ja, en wat gaat dat opsmieten? Joet, zeggen we hoeveel vrouwen voelen voor de charmes van boer Auke. Ja. Als Lamkes. Ja, liefst wel, hè? Oh, skitter. Mag ik eens hier vast horen? Ja, man. Ja? Ja. Oh. Is dat fantastisch? Hey, Auke. Ja? Het uur van de waarheid, jongen. Ja, ik had het in de gaten. Wist je nou scherig? Ja, ik ben wel benijd. Wat denk je ervoor reageert haar? Ja, dat weet ik net. Nee, dat weet wist ook, dat weet ik. Ja, ik weet het net. Hoplexicaat. Ja, denk ik. Doe maar gauw, ja. Dit je maar. Kom maar, jong. Hé, kunnen we net even zitten, hè, Auke? Ja, we gaan even in de hoofd. Gaan we even naar drinken, Jan, en dan gaan we naar binnen. Oké. Okay. Doe eens maar voorop, dan ga ik je idee beginnen, maar. Is de klaar voor? Ik ben nou ja, ik zeg maar. Doe maar eens in de maroon. Ik maak in de maroon, ja. Nou. Auke, daar gaan we. Stukje strier erbij. Strier erbij. Brief. Hoeveel brieven hebben we, Auke? Dat weet ik. Voor mij hebben wij er twee. Ja. Dat idee heb ik, ja. Dus er zijn twee vrouwen die het uit de leukste boer van heel Nederland vinden. Wat vind je? Ja, leuke brieven. Ja. Ja.
Foto? Leuk, foto's. Misschien kun je een stukje vallen, hè? Ja, dat zou kennen. Toen ik de oproep van Auken zag, had ik echt zoiets van wauw, wat een leuke, nuchtere vent. Dit zou wel eens een band kunnen zijn waar ik mezelf bij zou zien passen. Nou, dat is wel een mooi verhaal, of niet? Ja. Maar noem het maar eens even bellen, hè? Ja, maar Auken, ik ga hier een brief van die van mij te lezen. Ja, dat klinkt wel. Ja, nou hartstikke leuk dat ze kreun haast. Nou ja, ik zie het niet oprood. Of nou ja, ik weer er op attendeerd. Voor de omgeving en nou ja, toen heb ik het besjoen. Ja. Nou ja, en dan was hij iets van, net verkeerd. Nee, nou best genoeg. En ligt het hier leuk om een keer wat over te praten? Nou, dat vind ik het niet hartstikke leuk. En dan moeten we Nadia nog bij je. Ja. Toen was het gewoon een 12 vingers een vrouw, hè? Ja. Dat gaat, nee. Ja. Nou. De voicemail. Komt dat later nog. Ja. Moest de voicemail in praten? Nou, dat vind ik nooit zo vol. Nee, oké. Dan doen we dat net. Maar met Lisbeth, nou gaan we nog met Lisbeth opnemen. Maar wat zou met Lisbeth wel worden dan? Hoeft net Dal Driest of zij, hè? Ik dacht dat je even te bolden of zo. Ja, dat is echt leuk. Ja, ik kan even maken. Ik kocht net bold. Nee. Dus dat kan wel. Ja, maar we aan. Ja. Hey, ontzettend, hè? Hoi. Ja, prachtig. Nou, de opnames die blieken dat Nadia mooi een reden de telefoon het opnam, want ze dwat het dochs net om op televisie te komen. En dus zullen ook alleen op paard met Lisbeth. Nou, morgen zorgen we naar de leefdesavonturen van boer Jelle, die orenboer vanzelfs. Ja, Aad, even een vraagje aan jou. Wat is die laatste dream? Mijn laatste dream? Kist die nog Nou, daar kan ik waar in werken, ik zou het net maar weten. Nee? En joh? Nee. Je weet het er meer? Nee. Is er net een dream die dat waarom komt? Nee. Dat ook net. Nee, okay. Dat komt prachtig mooi erin. Misschien dat ik een aanval weet. Maar ja, nou dus even net, onderspanning misschien. Ja, wat betekent dreamen? Daar zullen we het over hebben. Want waarom dream je dat je in één keer op straat rennen of dat je achter een huis zitten wilde en de hele tijd stroffelie? Nou, in de wetenschap is er nog een soort onduidelijkheid over. En professor Douwe Draaisma is in de besnijing van dreamen. En Joen zal hij in raad om de honger van filmbeelden der uitlezen, Jan. Ja, welkom. Ja, dat ben die dreamen die dan weer heel tijd voorbij komen, die toch wel heel herkenbaar binnen van mensen. Hoe ruis je eigenlijk in de besnijing van dreamen, zoals jou dat... Dat kwam eigenlijk door een vriendin die mij vroeg, wat dromen blinden? En dat is een hele aparte vraag, want als wij dromen, mensen die ziende zijn, en we denken daar de beelden bij weg, dan hadden we eigenlijk niet zoveel over. Dus ik dacht van ja, inderdaad, wat dromen blinden? En daar ben ik ingedoken en... Toen bleek dat als mensen blind geboren zijn, dan dromen ze niet in beelden. Maar als iemand blind is geworden na zijn 5e, 6e, dan blijft hij in beelden dromen, hoe oud hij ook wordt. En dat vond ik een hele wonderbaarlijke ontdekking. Want de meeste dingen die je niet kunt oefenen, die verdwijnen. Maar als één keer iemand herinneringen heeft die in beelden zijn en dan wordt later blind, dan duiken die beelden nog steeds in dromen op. En mensen die in beelden dromen, blinden, die ervaren dat ook als heel troostrijk. Dat de beelden er in de droom tenminste nog zijn. Oh ja, wat lijkt me echt wel weer frustrerend. Ja, je zou zeggen, van je wordt dan wakker met het idee van ja, maar in tegen ben ik blind. Maar zo werkt het niet. Mensen die ervaren het als heel fijn en aangenaam dat die beelden in de droom er nog wel zijn. Ja. Je hebt er onderzoek naar die. Je hebt er een boek geschreven in 2013 kwam dat boek uit. En nou jou je dus een lezing ook onder de hoorn van film. Filmbeelden. Ja. Zullen we eens even zien naar bijvoorbeeld een nachtmerrie. En dan komt die uit de film van Alfred Hitchcock. Oké. Okay. Ja, is dit nou typisch dat wij dat...
Dit illustreert heel mooi hoe in films nachtmerries verlopen. En vooral hoe je eruit wakker wordt. Dat is altijd omheeg, ja. Iemand komt omhoog, angstkreet, zwetend, opengesperde ogen. Terwijl in werkelijkheid nachtmerries die komen voor in de remslaap. En dat is de fase van de slaap waarin juist alle motoriek geblokkeerd is. Je kunt niet bewegen, je kunt niet spreken. Eigenlijk kun je alleen je ogen bewegen. Dus dat overeind schieten uit een nachtmerrie, dat kan helemaal niet. En hoe die conventie is ontstaan, dat is een groot raadsel. Want vanaf het begin van de film, eigenlijk eind 19e eeuw, worden zo nachtmerries weergegeven. Ja, maar dit heeft natuurlijk te moeten krijgen dat het ook mooi te filmen is. Je moet ook kunnen visualiseren. Twakken knipperen mee heen, er is niks op de televisie. Nee, dat is niet spectaculair. Maar het laat zien dat film eigenlijk een soort eigen taal ontwikkelt om bepaalde type dromen weer te geven. En dat die lang niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Nee. Maar toch even hoe die nachtmerrie, want je zei ze, je bent dus eigenlijk verlammen. Ja. Ik heb begrepen dat ik dat gevoel is, hè, dat je voortdraven wollen en dat je stroffelen de hele tijd. Precies, dat is eigenlijk de feedback uit je lichaam als je in de remslaap bent, is dat je helemaal niks kunt bewegen. Dus er komt gevaar op je af, je kunt niet wegrennen, je kunt niet om hulp schreeuwen. En je kunt niet je spieren gebruiken om diep adem te halen, wat je normaal doet als je schrikt. Dus dat geeft het gevoel alsof je eigenlijk een beetje verlamd bent. En als een ander naar jouw nachtmerrie zou kunnen kijken, hoe jij slaapt als je een nachtmerrie hebt, dan is dat eigenlijk een betrekkelijk stil iets. Want zelfs de hartslag gaat nauwelijks omhoog. En in de droom gebeurt er van alles, maar aan je lichaam is eigenlijk niks te zien. Maar wat is dan de functie van zo'n nachtmerrie, Biglis? Eigenlijk moet je vragen waardoor ze ontstaan, hè? Want het is maar de vraag of ze een functie hebben. Ik denk dat ze ten dele te maken hebben met die feedback uit je lichaam. De periode van remslaap is aan het eind van de nacht het langst. Hè, dan kun je wel 3 kwartier in remslaap zijn. Dus dat is ook het venster waarin de meeste nachtmerries voorkomen. En je ligt daar dus eigenlijk verlamd in bed, in zekere zin ook hulpeloos. En het zou kunnen zijn dat je brein daar als het ware een verhaal bij verzint, wat juist over gevaar gaat. En dan droom je eigenlijk wat je lichaam je aangeeft. Ja, want ik heb eerst een droom dat ik in een oorlogsgebied mijn been redden moest. Midden in een bombardement. Nou, toen schrok ik wel wekker en ik zit wel. Ja. Ik wil echt dat ik dacht, hey, wat is hier gebeurd? Ja. Maar ik lees het hek net in een oorlogsgebied west. Nee. Maar kijk, je ziet wel avond aan avond de meest vreselijke beelden op het journaal. En dit lijkt mij typisch van die dagresten, zoals ze heten. Overdag maak je wat mee. Soms besteed je er geen eens aandacht aan. Maar in de droom duik het dan op en denk je, ja verrek, dat heb ik meegemaakt. Zullen we eens even naar het sleepkuieren, slaapwandelen. Daar heb ik een fragment van, zoals dat in de film gebeurt. Jij maar het begeleiden, want we kennen het nou wel zien. Wat is het, Mini Max? Nee, hoe heet het? Mick en Mak? Mick en Mak. Wat gebeurt hier? Ja. Zo wordt slaapwandelen weer gegeven. Hè? Het is een hele oude kinderserie. Iedereen herinnert zich Donald Jones vanaf een bepaalde leeftijd. Ik droom. Zo wordt slaapwandelen weer gegeven alsof je met de armen vooruitgestrekt loopt. En ook dat is iets wat je in cartoons ziet altijd. Maar zo slaapwandel je echt niet. Slaapwandelen lijkt toch wel een beetje op het gewone drentelen wat mensen doen. En er zijn op YouTube prachtige filmpjes. Ken je mensen die kuieren? Ja, ik had zelf ook wel in. Ja? Ja, slagen we hem even. Hè? Waar kom ik erin? Ja, trotun in het denk ik. Nee, ja. Even bij de Biensies. De zakken weer. Heb je op de fiets, hè? Heb je wel voortwest op de fiets? Ja, je kunt me alles hier vertellen, maar er zijn wel hele rare dingen gebeurd. Hè? Maar er zijn gevallen beschreven dat mensen al slaapwandelend in de auto zijn gestapt, volledig op de automatische piloot ergens heen gereden zijn. En daar eigenlijk pas wakker worden. Ja. En dat kan natuurlijk. Wij, als we normaal in de auto zitten, dan hebben we ook wel eens dat we met onze gedachten elders zijn en puur op de automatische piloot rijden. Ja, en na 10 kilometer mee denken van, hè, zijn we hier al? Ja. Nou, Pieter, ik nog een keer waar je net langer over praat, want tijd is op. Maar Joen, ben je dus in Raad? De kinderen nog mensen bij? Jazeker, er zijn nog kaarten. Het is wel Raad bij Sneek, niet bij Dokkum. Raad bij Sneek. Niet de verkeerde kant op rijden. Nee, 8 uur. 8 uur. 8 uur. Nou, ik dank jou vriendelijk voor wat je u weer verteld hebben. Er is nog een heel soort hoe nou te denken hoe dat dream. En misschien mag je gewoon net maar lekker dwan, of net? Ja.
heerlijk drinken. Heren, bedankt. Ja. En een mooie jongvierder. Ja, dat wens ik jou ook. Een hele mooie jongvierder. Morgen dan hebben wij Vijen van de Meer hier te zitten. En dan zorgen we vooruit op de Grutte Beer Boeloe Dai. Van Waas, die is dat. Dat is morgen. En voor nou een hele fijne jongvierder. Goedemiddag, Marjelle Reitsma. Oh, godskes, ja, hoi. Ja, dat heb ik al.